De nieuwe minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is gisteren formeel beëdigd door president Chandrika Prasad Santokhi. Pane neemt het roer over van Uraiki Tramsaran. Die gaat naar transport, communicatie en toerisme. Het staatshoofd zei dat in het bestuur van het land, dat gericht is op duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling, soms ook in het team van bewindvoerders aanpassingen moeten worden gepleegd. Dat moet volgens de president echter geen gewoonte worden. Aan de pas beëdigde bewindsvrouw wenste de president veel succes, sterkte en ondersteuning. Minister, ik zal persoonlijk de uitvoering van het beleid met u uitvoeren, coördineren en monitoren. Met name het sociaal programma dat veel aandacht gekregen heeft, ook internationale aandacht, met name ook van het IMF, zal gecoördineerd worden door een technisch team van deskundigen. En ik verwacht een nationale attitude en inspanning voor wat betreft de voorzieningen aan hulpbehoeftigen, aan onze speciale doelgroepen in de samenleving. Verschillende initiatieven voor sociale en commerciële woon- en bouwprojecten staan gereed om in uitvoering te worden gebracht. Ook hier verwacht ik daadkracht en een efficiënte aanpak van het sociaal programma dat veel breder zal worden uitgevoerd dan tot op dit moment. Vertraging in de uitvoering zal niet getolereerd worden, omdat we al voldoende vertraging al gehad hebben. Het staatshoofd is van mening dat Suriname goed op weg is om een beter en gezonder land neer te zetten. Hierop kan een solide economie en samenleving gebouwd worden. Uiteraard, daarvoor moeten we ook heel eerlijk zijn, hebben we niet alles in die mate nog kunnen realiseren. Er zijn ook fouten gemaakt en van die fouten hebben wij ook geleerd. Dit is inherent aan het regeren. Daar waar er gewerkt wordt, ontkom je er ook niet aan te accepteren dat fouten gemaakt worden. Deze ombuiging is dan ook niet zomaar gekomen. De uitvoering van het voorgenomen hervormingsprogramma, dat moet leiden tot verbeterde economische en sociale positie van elke Surinamer, is door omstandigheden buiten ons om enigszins vertraagd. Deze vanwege het trage herstel van de economie na de COVID-19-crisis, deze vanwege de effecten van de oorlog in Oost-Europa en voor een belangrijk deel ook vanwege de hoge schuldenlast en het herstructureringstraject dat langer geduurd heeft dan gepland. Het protocol van overdracht tussen Ramsaran en Pane is reeds getekend en de overdracht tussen Jubitana en Ramsaran vindt morgen plaats.